Vandaag is hier bij Faros de eerste groep van 17 sleutelpersonen gezondheidsstatushouders afgestudeerd. En met het certificaat wat ze nu hebben gekregen, kunnen ze in gemeentes en voor GGD'en aan het werk om de toeleiding naar gezondheidszorg voor statushouders beter te maken. Ik heb handvaten meegekregen om mee aan het werk te gaan. Het gemis wat ik had vroeger als nieuwkomer, kan ik nu vervullen voor de nieuwkomers van nu. Ik wil mijn gemeenschap helpen. Daarom ben ik trots om sleutelpersoon te zijn. Wij begrijpen de achtergrond van de staatshouder en we begrijpen ook de gezondheidszorg hier in Nederland. Dus dat is gewoon een heel goede combinatie. Ik ken de problemen van die mensen goed, hè? Want ik heb toen ook hetzelfde problemen. Daarom wil ik sleutelpersoon worden en dat wil ik graag aan de slag. Ja, het is een heel mooi initiatief van de VNG, GGD Goor en Faros om het op deze manier te doen. En ik ben ook blij dat er nog meer groepen komen. Want voor deze sleutelpersonen die gaan we de komende jaren heel hard nodig hebben om de gezondheidszorg ook voor statushouders goed te organiseren.